Nou, wat een rotzooi hier op tafel, hè? Tenminste, ja, er ligt rotzooi bij, maar dat schuif ik even opzij. Zo, haaknaald, ook niet nodig. Ik heb restjes scharen bij elkaar gezocht. Uit de pakketten van de driften van Eva en eigen restjes. En overal waar ik wat tegenkwam, hier ben ik aan het prutsen geweest. Daar gaan we een toverbal van maken. Het is een begrip geworden zo onderhand, een toverbal. Maar hoe maak je dat nou? Dat was nog niet helemaal duidelijk. Nou, wat je nodig hebt zijn allerhande restjes uit projecten waar je niks meer mee kunt. Kleine restjes, nog kleinere restjes, grote resten. Gewoon van alles wat, je gooit het bij elkaar en daar gaan we een leuke toverbal van maken. Oké, ja, hoe begin je? Nou, je pakt een draadje hier. Hier heb ik mee zitten prutsen. En het wordt niet wat ik wou. Dit was al een restje ergens van. Ik heb geen idee waarvan. Maar ik ga hem opwinken. Gewoon zo uithalen. En verder opwikkelen. Totdat het draadje op is. Gewoon, je maakt een bolletje van een restje wat je hebt. Misschien heb jij net als ik al zo'n bolletje, dan kun je daarmee verder. Hartstikke handig. Gewoon. En niet te strak, zo heel strak trekken. Hè. Je moet echt de garen soepeltjes. Wees er lief voor. Want als je hem heel strak opwint, dan gaat de rek uit het garen. Dan gaat het uit model. Je moet het echt met beleid doen. Misschien heb je een wolwinder. Zo'n apparaat, weet je wel. Dat kun je ook gebruiken. Net zo makkelijk als dat je deze op deze manier zo een bolletje maakt. Dat kan dus ook met een wolwinder. Maar het kan dus ook op deze manier. Heb je niet nodig. Kijk, en dan heb ik hier het eindje van de bol. Pak ik iets erbij. Wat zal ik doen? Dit roze vind ik leuk. Schuif ik dit even opzij. En dan heb ik hier ergens wel... Ja, kijk, hier heb ik een draadeindje. Geen idee waar die vandaan komt. Maar ik ga ze dus aan elkaar knopen met... het wordt genoemd de weversknoop, de magic knot, de kusjesknoop. Geef het een naampje, maar dat gaan we doen. Nu zijn er best wel veel manieren om uit te leggen hoe of dat je zo'n magische knoop maakt. Ik heb er een tutorial van, de magische knoop. Maar ik ga hem gewoon lekker nog uitgebreid op mijn manier voordoen. Misschien vind je bij iemand anders een andere manier waardoor jij het sneller snapt. Is gewoon prima, perfect. Maak die knoop op je eigen manier. Ik doe het altijd zo. Ik heb hier mijn bolletje en ik heb hier mijn restje. Je kunt het verschil zien in de kleur en de dikte van het garen. Want dat is het leuke bij zo'n toverbal. Je gooit alles door elkaar. Het maakt niet uit, dik, dun, katoen, wol, acryl, pluizen, glad. Alles kan door elkaar. Dat is het leuke. Nou, dit is het draadje naar mijn bol. En dit is het draadje naar het uiteinde van het volgende restje. Nu neem ik deze... En deze, ik leg het restjesdraadje leg ik boven bij mijn handen en het bolletje die ligt onder. En nu maak ik met het restjesuiteindje een knoopje om het draadje wat naar mijn bolletje gaat. Kijk, gewoon een knoopje waar dat draadje door het lusje gaat. Een gewoon knoopje. En die zit er omheen. En je kunt dat onderste draadje, die naar het bolletje gaat, kun je zo heen en weer halen. Die zit niet vast. Dan ga ik naar de andere kant. Zo, ik laat dit hangen. En ik ga naar het uiteinde van mijn bolletje. En daarmee maak ik een knoopje om mijn volgende restje heen. Dus ik doe dat op deze manier. Ik vouw het staartje naar boven, naar beneden. Dan zit
het draadeindje van mijn volgende lesresje zit in dat lusje van het knoopje wat ik ga maken. En ik maak een knoopje in dit draadje. En ik zit nu echt naar mijn schermpje te kijken dat het midden in beeld is. Kijk, nu heb ik een knoopje in dat witte draadje. En mijn volgende restje zit in het lusje. Ik trek aan dat witte draadje. Zo, die zit er nu ook strak omheen. En nu kan ik dat roze draadje erdoor trekken. Ja, dan komt het knoopje dichterbij. En als ik dan aan mijn witte draadje die naar de bol gaat trek. En aan het nieuwe restje. Dan komen die knoopjes tegen elkaar aan te liggen. En daarom wordt het ook de kusjesknoop genoemd. Geloof ik, als ik het goed heb begrepen. Nou, en dit gaat niet meer los. En dan kun je die staarteindjes van de knoopjes kun je dus behoorlijk kort afknippen. Niet helemaal tot op het knoopje, maar echt wel kort. Die gaan in de pot. Die kan ik weer ergens als vulling gebruiken. En ik ga weer wikkelen. Totdat ik denk van, nou oké, dit restje is op. Of ik vind dat er genoeg van op zit en de rest bewaar ik voor verderop in de bol. Wat je wil, als je een groot restje hebt en je wilt een kort verloop garen, dan doe je minder. Maar als jij zegt van, nou ik vind het wel leuk om het hele bolletje in één keer op te maken, dan draai je hem helemaal op. Even uitzoomen zo. Hier is hij. En ik ga gewoon lekker draaien. Volgens mij was dit de Namaste. Van Scheepjes. Ik weet niet meer. Die komt in ieder geval uit een Undrifter-pakket. Daar had ik van over. Zo. Nou, ik wikkel dit door totdat dit garen op is. En dan kom ik terug om het nog een keer te laten zien. Ik ben aan het eind en ik heb hier een restje donut. Even kijken. Ja, hier. Dit is een draadeindje. Zo. Van een donut. Volgens mij was dit een chunky donut. Of van die draakomslagdoek. Nou, ik doe weer precies hetzelfde. Het draadje naar mijn donut, het volgende restje, die hou ik bovenop. En die van mijn toverbal, die hou ik onderop. Maar dat is echt mijn manier, hè? Kijk hoe jij het doet. Het gaat erom dat je met het ene draadje een knoopje legt om het andere draadje heen. Die roze zit nu in het lusje van het knoopje. En ik maak het knoopje af en ik trek hem aan. En nu leg ik met die roze draad een knoopje om die donut, om die bruine. Dus ik ga van voor naar achter naar beneden. Achter het roze draadje langs. En dan kan ik zo dit staartje door het lusje halen. En dan heb ik weer een knoopje. Met die bruine draad erin. En ik trek eraan. En dan zitten ze vast. Dan trek ik aan het roze draadje en aan het bruine draadje. En die knoopjes komen naar elkaar toe. En ze liggen tegen elkaar aan. En dan gebeurt er niks mee. Puntjes afknippen. Weer niet te kort, maar echt behoorlijk kort. Dat kan. Deze weer in mijn pot. Kijk. Zie je dit? En er gebeurt niks mee. En dan kan ik weer verder met wikkelen. En ik vind het leuk om gewoon dit restje weer helemaal op te maken. Ik heb hier een behoorlijk grote rest. Ik denk dat ik die niet helemaal opwikkel. Want dan wordt het wel heel veel. Maar het is ook wel weer heel leuk. Dus ja, je kunt doen wat je wil eigenlijk. Hè? Wat is jouw bedoeling? Maak je eigen kleurverloop garen op deze manier. Korte stukjes, lange stukjes. Het kan allemaal. En alle kleuren, als jij bepaalde tinten bij elkaar wil hebben. Als jij zegt van nou, ik wil een roze tint magic bol.
toverbal. Dan zoek je alle restjes op die allemaal die tinten hebben. En dan maak je daar een bal van. Of blauw, of wat jij wil. Maar je kunt ook net als ik doen. Gewoon echt doe maar wat eens, hè. Want dat past bij mij, hè. Doe maar wat eens. Oh, ik ben alweer bijna aan het eind. Doe maar wat eens. Dat is mijn ding echt. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon zegt van... nou, ik wil tinten bij elkaar zoeken. Dan doe je dat. Of juist alle tegengestelde bij elkaar. Een bepaalde volgorde bij elkaar. Kijk, hier heb ik... Wat is dit? Dit is de papatja. Dat is weer heel dun. En het is echt een restje ergens gevonden. Kijk, hier Doris zit er zelfs in. En dan ga ik op zoek naar het beginnetje. En ik heb van Miranda, van Maak het met Miranda, heb ik geleerd... iets zit niet in de knoop, iets zit in de war. En je moet gewoon het beginnetje zoeken. Of het eindje, wat jij wil. Die kom je vanzelf tegen, zegt ze. Kijk hier. Hier is een beginnetje. Nou, kijk. En als het goed is, kun je hem zo uit de war halen. Volgens Miranda. Oh, dit is een heel kort stukje. Zie je dat? Beginnetje, eindje. En dit is een kort stukje. Nou, die gaat eraan. Vind ik leuk. Hoppakee. Weer dat knoopje. Een lusje om mijn draad heen. En daar dan een knoopje mee maken. En aantrekken. En dan met mijn baldraad een knoopje om mijn rest scharen. Aantrekken. En het zit vast. Gebeurt niks mee. En dan heb ik een dikker en een dun draadje achter elkaar. Want ook daar kun je op letten. Hè? Als jij zegt, ik wil ze allemaal dezelfde dikte hebben. Ja, dan hoop ik dat je heel veel restjes hebt. Dat je al die diktes uit kunt zoeken. Kijk, dit is een kort stukje. En dan, hier is Doris' poot, dat is geen restje. Maar ik had blauw. Wat vind ik leuk na blauw? Dit. Geen idee wat dit is. Ik weet het echt niet. Maar het is ook een beetje dun. Net als die papatje. Nou, die gaat er ook weer aan. Nou ja, die gaat er niet aan, maar die knoop ik vast. Zo, die gaat eraan, dat klinkt ook weer zo luguber. Maar die knoop ik dus ook weer vast. Knoopje om het draadje van de ander. Zo. Afknippen. Zo. En verder wikkelen. Maar verder. En als nou jouw toverbal groot genoeg is, dat je hem niet meer lekker vast kan houden of zo, dan begin je een nieuwe. En zo kun je dus zoveel maken als je wil. En echt, je kunt het overal voor gebruiken. Gebruik het voor dat stapelstokjesvest van Miranda. Als je nou zo een toverbal hebt. En Miranda haakt die stapelstokjes met 2 draden en haaknaald nummer 8, meen ik. Nou, als je dan 1 zo'n toverbal gebruikt. En bijvoorbeeld... 1 kleur van de Royal of de Saskia of misschien van de Colorcrafter of nou ja, de numero uno van Lamy, de nummer 1 van Lamy. Als je het daarmee combineert, dan krijg je 1 doorlopende kleur die dan voor de verbinding zorgt van de toverbalkleuren. Je hebt 1 doorlopende kleur en 1 die continu afwisselt. En dat geeft echt een superleuk effect. Maar wat dacht je, dat was dan een vest. Maar wat dacht je van een deken? Je kunt zo met restjes echt een hele deken maken. En dan bijvoorbeeld ook weer met die stapelstokjes. Want dat schiet lekker op. Oké, ben weer klaar. Hij is alweer op. Nou, vind ik deze leuk. Wat was dit? Dit was de Foxy. Oh, dit was de Foxy uit zo'n driftenpakket. Leuk. Van het gekke pluisgaren. Er zit een glimmertje in. Zie je, kun je het glimmertje een beetje zien? Jawel, hè? Dat is leuk.
Maar ook dat kun je dus gebruiken. Kom hier. Ik begin helemaal enthousiast te worden, hoor je dat? Ik vind dit zo leuk om te doen. En overal waar jij restjes vandaan haalt... Kijk, hier zit zo'n bolletje. Hè? Dat is lastig om het knoopje overheen te trekken. Dus ik maak dit draadje een beetje korter... en ik leg het knoopje voor dat bolletje... zodat ik daar mijn knoop niet overheen hoef te trekken. Zo. En dan kan ik ze ook weer naar elkaar halen. Zo. Zie je? En dan ga je weer wikkelen. Kort afknippen. En het bewijs... Je hoort hoe het... Nou, ik laat het niet los. Als je dan zoiets gemaakt hebt... en je weet niet wat voor soorten garen er allemaal in zitten... en je wilt wassen... doe het dan op het zo voorzichtig mogelijke programma van je wasmachine. Bijvoorbeeld wolwas. Als je daar dan op wast en je neemt... wolwas, wasmiddel. Nou, daar kan er niks mee gebeuren, hoor. Niet in de droge stoppen en liggend laten drogen. Nou, dan kun je eigenlijk alles wassen. Kijk, wat een leuk effect. En dit zijn nu allemaal een beetje donkere kleuren. Dus ik denk dat ik zo meteen een lichtere kleur neem. En ik ga je laten zien dat je ook twee draden kunt doen. Dus ik doe zo meteen nog even een lichte kleur ertussen, want je weet nu wel hoe het werkt, hè? En dan ga ik laten zien dat je ook twee dunne draden kunt gebruiken. Nou, dit is dan zo'n stukje waarvan ik denk van, als ik deze helemaal opwind hierom, dan vind ik het te lang worden. Dus ik heb een beetje op mijn toverbal gewikkeld en ik knip hem gewoon af en dan kan ik straks weer een ander stukje mee doen. Hier heb ik die twee dunne draadjes uit het driftenpakket van Eva. Ik weet de naam niet meer. Ik weet de naam echt niet meer. Maar dit waren die twee dunne draadjes die je ook in de drifter met twee draadjes moest maken. Dus twee draadjes tegelijk. Ja, ga ik nu ook doen. Kijk, ik leg ze als één draadje bij elkaar. En hier is mijn toverbal. En ik ga... het knoopje met die twee draadjes tegelijk maken. Maak gewoon één knoopje. Ik doe net alsof het één draadje is. Zo. En de toverbaldraad, die knoop ik ook om die twee draadjes heen. Gewoon echt net alsof het één draad is. Naar elkaar toe trekken. Afknippen. En je kunt weer gewoon verder wikkelen. Twee draadjes tegelijk. Zie je het? Twee draadjes tegelijk als één draadje wikkelen. En hopen dat de rest niet in de knoop raakt erbij. En vooral de staart van Doris niet meewikkelen. Zijn staart, zijn achterpoot. Hij vindt het zo gezellig. Hier is het draadje kapot. Zie je dat? Het is door. Nou, als je nou voorzichtig doet, zo, kun je er gewoon mee verder wikkelen. Niks aan de hand. Totdat je zegt van, nou, kijk, ik vind het weer genoeg. Ik heb wel heel veel van deze kleur. Of je zegt, ik wil juist een heel lang stuk. Maar ik zei, alles kan, alles is mogelijk. Maak je eigen toverbal. De enige echte tip die ik heb, wikkel het niet te strak om. Dat je garen echt helemaal gerekt en strak om elkaar heen gewikkeld zit. Want dan gaat de rek uit het garen en wordt het gewoon niet mooi. Blijft het niet mooi, zo moet ik het zeggen. En of je dit nu zo met de hand doet of met zo'n wolwinder, dat kan. Maakt allemaal niet uit. Ik vind dit wel weer genoeg. Dus ik knip af. Zo. En ik pak deze. Die vind ik ook heel leuk. Nou, dat is niet zo'n groot restje. Dus die wikkel ik helemaal om. En dan heb ik hier weer die twee draadjes samen. En ik heb hier het nieuwe
restje. En dan leg ik met het nieuwe restje om die twee draadjes een knoopje. En met die twee restjes leg ik een knoopje. Zo, die twee restjes. Eén knoopje. Ja. Om mijn nieuwe draadje. Zie je, dat is gewoon als één draad. En klaar. Nou, ik denk dat je het principe wel snapt, hè? Zo kun je al je restjes opmaken. En als de bal te groot wordt, dat je hem niet meer echt lekker vast kunt houden, dan begin je een nieuwe. En er komen vliegtuigen. Nou, komt dat even goed uit. Ik ben toch klaar. Ik wens jullie heel veel plezier hiermee. Maak er van alles mee. Het stof komt eruit. Zo oud. Nou ja, oud. Dit is niet oud. Maar het ligt hier dus gewoon maar in een bak bij elkaar. Hartstikke zonde. En nu maak ik er een toverbal van. En ik kan dit nog net vasthouden. Maar ik denk dat ik hier wel ga stoppen. En dan een nieuwe bal ga maken. En dan eens verzinnen wat ik ermee ga doen. Komt wel goed. Je kunt er zoveel mee doen. Eigenlijk alles als je maar een beetje fantasie hebt. Je kunt er ook kleden, mandala's. Wat jij wil, als je wat dunnere resten hebt, knoop die dunnere resten aan elkaar en maak een mandala. Hartstikke leuk. Of wat ik al zei, een vest. De Magic Fidget van Miranda, die kun je er ook mee maken. Die link zal ik trouwens ook in de beschrijving zetten. Want nu geef ik dus een tutorial door van iemand anders. En dan is het natuurlijk ook wel leuk als je dat kunt vinden. Ik haal hem uit de war. Het zit niet in de knoop. Jullie genieten nog heel even van één vliegtuig. Ik ga jullie gedag zeggen. En geniet van je restjes. Want het is geen weggooimateriaal.